Hey, ik ben Loren. En in deze podcast vertel ik je over mijn bezoek aan Byron Katie. Ik was daar gisteravond en wat was dat gaaf. Vooral omdat zij zo zen op het podium zat. Volledig rustig, krachtig, vredig. Echt een rolmodel. Ze vertelde echter niks nieuws. Want waar zij het over heeft, the work, dat ken ik 10 jaar en dat doe ik al elke dag. Maar wat ik me wel besefte was van, wauw, wat is het toch waardevol. En wat zonde als nog niet iedereen dit doet. Want wat zij vertelt is, er is leed in de wereld. Er is nog geen vrede op wereldniveau. En dat komt omdat onze gedachten niet vredig zijn. Onze gedachten zijn onrustig. En jij en ik kunnen dus impact maken op wereldniveau door onze gedachten te veranderen. En dat kan door een hele eenvoudige worksheet. Dat is een worksheet die je ook nog eens gratis kan downloaden met een aantal vragen. En ik wil ze met je doornemen. Dus als je pen en papier bij de hand hebt, je kan het ook uit je hoofd doen. Maar ik vind het zelf altijd fijn als je er even bij kan schrijven. En dan geef ik je het voorbeeld van gisteravond, maar ook de mogelijkheid om in het hier en nu meteen iets zelf aan te pakken. En aan het eind vertel ik je ook de 4 vragen die life-changing zijn. Gisteravond komt een vrouw op het podium en ze zegt, mijn dochter wordt gepest. Er zijn 3 pestkoppen in de klas. En ik ben boos op de lerares dat zij niet voor de veiligheid van mijn kind instaat. Neem nu een gedachte in je. Op wie ben jij boos? Door wie ben jij teleurgesteld? Of ben jij verdrietig of in de war? En het kan iets van de afgelopen tijd zijn, maar het kan ook iets van lang geleden zijn. En dan is de volgende vraag, hoe wil jij dat die persoon verandert? Nou, die vrouw wilde dat de lerares verantwoordelijkheid neemt voor het pestgedrag van die kinderen en voor de veiligheid van haar dochter. Dus wat wil jij van die persoon waar jij die emotie bij voelt? Hoe wil jij dat diegene verandert? En de volgende vraag is, welk advies zou jij die persoon geven? En zij gaf die lerares het advies, neem je verantwoordelijkheid. Dus wat is jouw advies voor degene die jij in je hoofd hebt? Wat wil je dat die persoon doet, voelt, zegt? En dat is ook een stukje van de volgende vraag. En zij vertelde dat ze vindt dat de lerares elke dag met haar dochter moet praten en dat ze de kinderen die haar dochter pesten, dat ze die gaat aanpakken. Dus wat wil jij dat die persoon die jij in je hoofd heeft, wat moet die persoon zeggen? Wat moet die persoon doen? En hoe moet die denken? Hoe wil je dat die persoon denkt of zich voelt? En de volgende vraag is, wat is de identiteit van deze persoon? Nou, die mevrouw die zei, die lerares, dat is een slappe trut. En dus, wat vind jij van die persoon die jij in je hoofd hebt? Vind je die persoon arrogant, onduidelijk, oneerlijk, of gewoon stom? Wees vooral lekker bot. En dan is de volgende vraag, of de laatste vraag is, wat wil je nooit meer ervaren? En deze vrouw die wilde nooit meer ervaren dat haar kind onveilig was. En dat kan ik me ook voorstellen, ik ben ook moeder. Ik zou het vreselijk vinden als mijn kinderen gepest worden op school en dat ze verdrietig thuiskomen en dat ze het niet leuk hebben op school, dat ze er met tegenzin naartoe gaan. Ja, dat je ziet dat zo'n kind verdrietig is. Dat is een soort nachtmerrie van elke ouder. Ja, dus wij
Wij voelden ook in de zaal die pijn van die mevrouw. Dus ze zei, dat wil ik gewoon nooit meer ervaren. En ze pinkte ook een traantje weg. En dus wat wil jij nooit meer ervaren? Wat wil jij zelf nooit meer ervaren? Ja, dan komen nu de vier life-changing vragen. En de eerste is, is het waar? Ja of nee? Is het waar dat het de verantwoordelijkheid is van de lerares dat haar kind veilig is? Is het waar? Ja, zei ze. En dan stel jezelf ook maar die vraag. Is het waar dat die persoon dat of dat of dat? Volgende vraag. Is het werkelijk waar? Kun jij weten dat dit de absolute waarheid is? Niks anders dan de waarheid. Is dit waar? Is dit echt waar? Ja, zei ze, het is echt waar. Volgende vraag. Hoe reageer je? Wat gebeurt er in je lijf wanneer je die gedachte ook echt gelooft? Nou, ze voelde zich al een beetje, hè, de boosheid stroomt door het hele lijf. Hè, ze werd echt woest, woest van binnen. Dus hoe voel jij je van binnen in je lijf? En de vierde vraag is, wie zou jij zijn zonder die gedachte? Hoe zou je lijf dan aanvoelen? Wie ben je zonder de gedachte dat die lerares een slappe trut is? En want als je komt op het schoolplein, je ziet de lerares, je denkt, jij slappe trut. En ze zegt, hallo. Wat zeg je terug? Hallo. En je denkt erachter, jij slappe trut. Terwijl als je die gedachte niet hebt en iemand zegt hallo, kan je hallo terugzeggen en kan je in alle oprechtheid met elkaar een gesprek aangaan om te kijken of er ook oplossingen zijn. En dus in plaats vanuit de aanval werkelijk verbinding maken en samenwerken om de situatie aan te pakken. Want voor die lerares zal het ook lastig zijn. Want ze had zelf geen idee wat die lerares dan precies moet doen. Dus zij verwacht iets van de lerares wat ze zelf niet kan bieden. Dus misschien verwacht jij ook wel iets van iemand wat je zelf niet zou kunnen geven. En dan komen nu de mooiste vragen. En dat is het spiegelen, om het om te draaien. Bijvoorbeeld, de lerares is verantwoordelijk. Nee, ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn kinderen. En dat is waar. Of de lerares is niet verantwoordelijk voor de veiligheid. Of de lerares die is verantwoordelijk en die neemt haar verantwoordelijkheid ook. Dus zo kun je alles omdraaien, bijvoorbeeld, hij luistert niet naar mij, hij ziet mij niet, hij negeert mij. Je kunt ook omdraaien, ik zie mezelf niet volledig, ik sta zelf niet volledig in mijn kracht, ik negeer mijn eigen behoeftes. Of, hij luistert wel naar mij, maar, en hij ziet me wel, alleen ik zie dat zelf niet dat hij dat doet. Of zij is egoïstisch. Waar in je leven ben je zelf egoïstisch? Is zij wel echt egoïstisch? Misschien denkt ze wel gewoon heel goed aan zichzelf. En ben jij boos dat je niet goed aan jouzelf denkt? Alles is de innerlijke wereld. En elk gedrag waar jij je aan ergert, dat zit ook in jou. En de buitenwereld laat het jou alleen maar zien om zelf van binnen te kunnen veranderen. Doe je dat niet? Geen probleem. Alleen je krijgt de situatie wel steeds heftiger en erger in jouw buitenwereld te zien. Als je het niet aanpakt, dan komt de situatie gegarandeerd terug. En dat werkt ook door op wereldniveau. Dus wil jij echt impact maken? En dat geloof ik. Want anders zou je deze podcast niet luisteren. Dus ik geloof dat jij bereidwillig bent. En dan raad ik je ook aan om hiermee aan de slag te gaan. En dit is een hele mooie methode om je bewust te worden. Maar ik denk wel dat er nog een volgende stap nodig is
om daadwerkelijk situaties op te lossen. En ze houden ook die podcast in de gaten. Vind je deze podcast waardevol? Dan waardeer ik een like en dat je deelt en je ook abonneert, zodat je nog meer van dit soort podcasts krijgt. En dat wij samen, jij en ik, zorgen dat er meer rust komt. Rust in jezelf, rust in je omgeving en dus rust op wereldniveau. Dank je wel.